Hij voelde goed aan. En, ja, kijk, als ik blijf zitten, dan weet je zeker dat je van de rug af moet komen. En ik voelde gewoon dat hij goed was. Ja, ik heb niet heel veel aangedrukt in de bocht uit, hij vloog. Maar was de verwachting er op voorhand een beetje? Of komt het voor jou net zo'n grote verrassing als voor iedereen? Nou, ik weet dat Jacques een vakman is en had hem iets wat veranderd. Kijk, of ik hem kon winnen, had ik vandaag niet gedacht. Maar dat we een kansje hadden, ja, dat had ik gehoopt. Ja. Dankjewel. Je noemt hem al, Jacques. Dan hebben we het over Jacques Mollema. Hij traint hem samen met Claudine van Dam. Jacques, ik begin haast te denken, je hebt je hele seizoen op dit afgestemd. Nee, klopt niet hoor. Klopt niet. Nee, hij was al een tijdje goed, maar om een of andere reden vond hij het altijd nodig om even te springen in de koers. En ja, eindelijk bevestigde hij vandaag een keer de vorm die we dachten dat hij had. Is dit een van de leukste uit je carrière? Ja, denk het wel. Ja. Ja, denk gefeliciteerd jongen, geniet ervan. Goed, we wachten nu op het moment dat Martin van het comité te horen heeft gekregen dat we over mogen gaan tot het huldigen van de winnaars. En dan zullen we eerst de bloemen doen, dan de krans, dan de zierdeken en dan de ereprijs. Goed licht. Rogier, de winnaar is officieel. Ze gingen rond in 1:16:05. En vanaf hier neemt de NDR de volledige regie, dames en heren. Want er is toch al een protocol hier in mijn hand, een A4'tje vol. De bloemen die zijn dus overhandigd. Een deken overheen bij Egolde Zon. Dan is er een krans beschikbaar gesteld door de SBRD. En Gerard Koop zal namens de SBRD de krans op dit moment omhangen. Eens kijken of Echo daarna mee wil werken. Dan is een ereprijs die is overhandigd door het bestuur van de SNDR. Oftewel de Stichting Nederlandse Draf en Rensport. Worden de foto's genomen. En de gouden zweep is er al. Dan is dit het officiële fotomoment. En na het fotomoment is daar het Wilhelmus. De onverwachtste zijn soms de mooiste, dames en heren. Een Zandvoortse zegen in de gouden zweep. Felicitaties aan de familie Van Dam, Echo Oldenson, geweldenaar. Natuurlijk ook felicitaties aan de fokker. De heer of de familie Dracht, zullen we in dit geval zeggen. En Danny Brouwer, hij mag met de gouden zweep zijn ereronde maken. Moet hem daarna weer snel inleveren. Maar hij gaat er even van genieten. De man die weer even terug is in Nederland, maar normaal gesproken snel weer ergens aan de bak zal zijn. Geniet er maar even van op dit moment, want hij kwam langs, zag en overwon. In de 66e gouden zweep, het supertalent Danny Brouwer en Echo Oldenson. En wat hebben we toch ook weer genoten van de runner-up Dirk en Boko. Het mocht niet zo zijn, geen vierde, wel een mooie tweede plaats. En ja, geklopt door een ver-outsider. Maar een outsider die wel geweldig was geprepareerd. En hij komt nog één keer aan u voorbij, de gouden zweepwinnaar. Van 2020 in de 66e editie, Echo Oldenson. 9 jaar een donkerbruinruin, Echo uit Royal Oldenson. Gefokt door mevrouw Dracht Peenstra. In bezit van Claudine van Dam, ze is ook de trainster. Ze doet dat samen met Jackie Mollema. En ze hadden een geweldige catchdriver in de vorm van Danny Brouwer. Dames en heren, de uitslag is in volledig.